9 februari 2019 was hier de grote première van Tina Turner, The Musical. En opeens was alles over. Je weet wel waarom. Maar we kunnen weer en we mogen weer. En 8 mei begint zo weer Tina Turner, The Musical. Een kleine première. We gaan heerlijk genieten. Gaan jullie mee? Welkom bij de feestelijke voorstelling van Tina. De Tina Turner Musical. Ik vind deze muziek een mooie combinatie van de waarheid. De waarheid. Het gaat over huiselijk geweld, het gaat over racisme, het gaat over een power woman die ondanks alle ellende die ze meemaakt toch straalt en haar passie leeft. En dat ondanks alle moeilijkheden, dat er alle personages die dus in het echt ook hebben bestaan, er zijn om elkaar op te liften. En dat in combinatie met fantastische muziek, dat is gewoon een reden waarom mensen dit niet mogen missen. Ik heb zo genoten van gewoon weer de stuk te spelen voor jullie en met de cast en met de band en genieten. Ja. Het is natuurlijk een heel intens verhaal, maar het is ook een spiritueel verhaal. Je vindt, ik denk dat iedereen wel iets van zichzelf erin kan herinneren, vinden bedoel ik. En ik denk dat de kracht in jezelf, dat je dat uit dit stuk echt haalt. En dan de overwinning en de vrijheid als je dat gevonden hebt, als je weet van dit ben ik. En dan op het einde is er natuurlijk een feestje, dus gewoon komen. Fantastisch, het is zo'n eer dat ze me gevraagd hebben om hier de rol ook te vertolken, want ik heb het in Hamburg dus ook gedaan. En het kwam toevallig zo uit en ja, ik vind het echt heel fijn om ook weer even in Nederland te spelen en ook in mijn eigen voertaal de show te doen. In de basis is het stuk hetzelfde. Er zijn natuurlijk wel kleine tweaks en dingetjes veranderd, omdat het natuurlijk andere theaters zijn. Dus hier komen bijvoorbeeld de muren uit de bodem. In Hamburg moesten ze van de zijkant komen, want daar hebben ze een kelder. Dus dat soort kleine aanpassingen zijn er absoluut. Maar voor de rest is het eigenlijk, het verhaal is niet veranderd of zo. Tijdens de repetities voelde het al überhaupt alsof ik weer een klein kind was in de snoepwinkel of in de speeltuin. Zo voelde dat. En vanavond voelt het ook weer alsof je net zo'n lekker softijsje mag eten, weet je wel, voor het eerst. Met alle spikkels erop en zo. Ja, het is echt gek. Het is gewoon thuiskomen. Het is blij dat we het mogen doen. Ja. Natuurlijk vertellen we een verhaal van een zwarte vrouw. Maar ik denk dat heel veel vrouwen en mannen zich kunnen identificeren met dit verhaal. En mensen. En dat is jammer genoeg de waarheid. Maar belangrijk om te blijven vertellen, ja. Ja. Het hangt niet echt af van een applaus of iets. Het is meer hoe de mensen meeleven. En of dat nou is met een applaus of met een schreeuw of whatever het is. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Elk publiek doet het op zijn eigen manier. Ja.